Het is vandaag de eerste bokseldag 2015 en natuurlijk gaan wij van Omroep Dommeland eens kijken wat er allemaal te beleven is. Welkom. We merken het allemaal. De wereld om ons heen verandert voortdurend. Elke nieuwe dag biedt nieuwe kansen en uitdagingen. Dat geldt voor iedereen. Samen kunnen we het beste uit elkaar en onze gemeente halen. Welkom op de bokstoldag. Welkom op de bokstoldag. Op de eerste bokstoldag kon je meedansen met Steffi van Tiga. Er werd ook volop gesminkt. Ook kon je uit volle borst meezingen. Hallo Bas, wat leuk om jou zo in een bokselshirt te zien. Hoe gaat het op de eerste bokseldag? Ja, geweldig volgens mij. De sfeer zit er keigoed in. Heel de markt staat vol, het gemeentehuis hartstikke druk. En we zijn aan het meewerken. Ja, super. Nou ja, nou doe je normaal al erg veel. Wat is jouw taak vandaag? Ik ben samen met Marieke Maas en Freek van Daal een beetje de duizendpoot. Dus wij proberen alles in goede banen te leiden. En dat gaat heel erg vanzelf, want iedereen is leuk aan het presenteren, optredens aan het verzorgen, aan het schminken. Dus het gaat eigenlijk vanzelf. Blij mee? Heel blij mee, ja. Fijne dag, Bas. Dankjewel, jullie ook. Leuk dat jullie er zijn. Ja, goeiedag, mevrouw. Heel hartelijk welkom bij het gemeentehuis. Kijk eens even wat ik meegebracht heb. Het is een mooie platte grond. We moeten hier naar binnen. Kunnen gewoon de pijltjes volgen. Komt die hier ook weer buiten. Het is de ondersteuning van het oriëntatievermogen. Als je de weg kwijt bent. Veel plezier. Ik zie u straks weer. Welkom op de bokstoldag. Welkom op de bokstoldag. Je kon op de rode loper het gemeentehuis in en er weer uit. En iedereen genoot van de heerlijke muziek. Ja, iedereen. De rode loper werd ook gebruikt om te poseren. Het is bokseldag 20 juni 2015. Welkom op de bokseldag. Welkom op de bokseldag. Achter mij de zingende songwriters blokje is begonnen met Joya. Ze ziet er niet alleen verschrikkelijk mooi en goed uit, maar ze zingt ook verschrikkelijk goed en mooi. Daarvoor deze ochtend allerlei workshops. Ben ik in beeld of niet? Duidelijk in beeld. Ja. Allerlei workshops met natuurlijk te beginnen met Tiga, daarna Inge van der Bigelaar, ook wel bekend als Inch, met een zangworkshop. En we sloten af met een workshop Modern Classic Music School. En op een nieuwe manier muziek maken met z'n allen, ook te gek. Nu beginnen alle muziekjes en we sluiten straks af met 1, 2, 3 en Casbah en daartussen nog van alles en nog wat. En ik wil graag de groeten doen aan Tante Sjaar. Bokseldag, de eerste editie. Marieke, vertel eens, wat is het? Wat houdt het in? Nou, de gemeente Boksel wil het trakteren op een evenement. En ze hebben natuurlijk het open huis in het huis zelf. Dus alles is verbouwd, willen ze graag laten zien. En ze wilden heel graag Bokselse ondernemingen, stichtingen uitnodigen om hunzelf te presenteren. Dus we hebben eigenlijk, als je naar het totaal kijkt, hebben wij het gemeentehuis. We hebben een inspiratieplein met eigenlijk cultureel Bokstel. Wat is er allemaal te doen in Bokstel? En hoeveel talent we wel allemaal niet hebben in Bokstel? En we hebben een informatieplein. En daar staan heel veel stichtingen en verenigingen die iets in Bokstel doen. Dus denk aan de Stichting Petrus Monumenten, VVV Bokstel, Beleef Bokstel is er. Nou en zo nog tientallen andere verenigingen die er zijn. Dit is nu de eerste editie. Is het ook opgezet met de bedoeling dat dit jaarlijks terugkerend evenement is? Ja, dat hopen wij wel. Het zou natuurlijk superleuk zijn. Waarschijnlijk ieder jaar in een andere verschijningsvorm. En we kunnen dan met alle bokselaren bij elkaar over nadenken hoe het volgend jaar zou moeten. Nou, wij gaan hier zo meteen nog even verder rondkijken en genieten van deze dag. En de artiesten die hier al klaar staan achter ons. Bedankt Marieke. Dankjewel. Welkom op de bokseldag. Wat gebeurt er nou als we die ballon opblazen? Weet iemand dat? Ja. Er komt de lucht in. Dat is helemaal goed. Er komt lucht in die ballon. En bedenk dat deze ballon, dat hier jouw buik is. Dus die bolt op als er lucht in komt. Hier spreekt Boksel.
Ja, goeiedag. Nou, ga je gang. Ja, nou, ik moet zeggen, het is ontzettend druk vandaag al. We zijn al om 10 uur hier op de markt begonnen. Het liep al meteen lekker vol. En het kidsprogramma heeft ook ontzettend veel plezier opgeleverd. En wij genieten ervan hier buiten mee. En nu zijn de gasten van harte welkom om het gemeentehuis binnen te bekijken. Wat is er binnen te zien? Binnen is totaal vernieuwde gemeentehuis te zien. We zijn bijna een jaar bezig geweest met het gemeentehuis intern te verbouwen. En het is licht geworden, heel helder geworden. En de hokjes die men vroeger had, dat kantoor, is allemaal verdwenen. Het is allemaal in domeinen bij elkaar, in blokken bij elkaar. En het is gewoon ook voor de medewerkers genieten in dit huis. Domeinen? In domeinen heet dat zo mooi. Vlekken heet dat ook nog zo wel. Domeinen? Domeinen. En in elk domein zitten dan de collega's bij elkaar. En dat is ook makkelijker met uitwisselen van informatie. Welkom op de Bokstoldag. Welkom op de Bokstoldag. Tot volgend jaar.